Hoi, leuk om jullie te zien. Ik heb nu een filmpje wat ik nu een beetje gebruik voor mijn lichaam. Dus mijn huidverzorging. Dus niet gezicht, maar huid, benen, armen, alles erop en aan. Meestal gebruik ik altijd lekker een stukje zeep. Vind ik veel lekkerder dan gewoon. Even met douchegel of douchegel of wat dan ook. Maar ik heb ook wel douchegel. Deze is Love Mistletoe Kiss Kiss. Deze is van Normal. Nou, je kan al zien dat ik aardig wat van gebruikt heb. Dus, en die was geloof ik euro. Even mag weten. En ik heb laatst bij de Kruidvat. Daar hebben ze een nieuwe verpakking van hun eigen merk. De Happy Harmony douchecreme. En deze. Die zijn ook zo lekker. Deze is een beetje net zoals die van Rituals. En deze is White Lotus en Macadamia. Dus ja, is ook zo lekker. Staan. Heerlijk. Wissel ik het nog wel eens mee af. En qua crème. Heel snel. Is meestal altijd bijna 's morgens en 's avonds. Deze van Weleda. Is helemaal top. Hausstraffen. Pudding Vital. Ik ken helemaal geen Duits, dus ik doe mijn best. En de vitamine E crème van Jacob Honey. Kan je ook bij de Ethos krijgen, maar ook bij Holland & Barrett. Dus die. En deze zat toen in een adventkalender, dus die gebruik ik meestal als ik in de winter, als ik gedoucht heb. Maar kijk, ik heb best wel veel gebruikt, maar het lijkt van niets. Bijna. Dus die. En voor mijn haren dan wissel ik wel eens af met Yari Vreugde Curl. Deze. En dan wissel ik wel eens af als ik heel snel wil doen. Deze rozemarijn refresh van André dan. Dus die twee. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje, blijf altijd op de hoogte. Bye bye.